Vanmorgen zijn we naar de markt geweest in Aartselaar, waar we redelijk goed onthaald zijn. En nu zijn we op pad met de mobiloom die helemaal bestikkerd is. We gaan nu op een goede ouderwetse plaktocht. En dat heb ik altijd heel graag gedaan, affiches gaan kleven in de stad, waar dat altijd een heel romantische plakoorlog is tussen alle partijen. Voilà, we zijn in volle plaktocht, dus die affiches worden aangebracht op de borden langs de Singel in Antwerpen. En dat is een heel leuke bezigheid, maar in Antwerpen is altijd de vraag hoe lang die affiches zullen hangen. En vaak is dat niet meer dan een uur of een paar uur. Zo, we zijn hier terug aan datzelfde bord van daarstraks. Exact 1 uur later. En zoals je ziet heeft het Vlaams Belang al onze affiches overplakt. En alleen onze affiches. Dat zijn de manieren van het Vlaams Belang in Antwerpen. Zo zit die partij in elkaar. Van het jaarlijkse ledenfeest van de NVA Antwerpen, waar enorm veel mensen zijn opgedaagd. De sfeer voor die laatste 14 dagen zit er bij ons dus alvast goed in. We noteren ook vandaag in de Gazet van Antwerpen een huwelijksaanzoek van Karel de Gucht. Die wil mee onze regering maken, niet met de SPA. Nu Timeo Daneos et Dona Ferentes, ik vrees de Grieken, zeker als ze cadeaus brengen. Of zo'n aanzoek serieus is, dat weet ik niet. Maar als je het doet via de krant, dan betwijfel ik het ten zeerste.